In dit filmpje geef ik uitleg over de missionarissen die er ontstonden vanaf de tijd van monniken en ridders. Aan het einde van het filmpje kan je het volgende. Je kan mij 3 voorbeelden uitleggen hoe Europa eruit zag na de val van het Romeinse Rijk. Je kan uitleggen wat missionarissen zijn. Je kan uitleggen wat kerstening is. Je kan 2 voorbeelden van missionarissen noemen. En voor de witte en blauwe leerlingen, je kan verklaren waarom missionarissen en heersers van elkaar afhankelijk waren. Periodisering is vanaf ongeveer 500 na Christus. We zitten in de periode van de middeleeuwen, de tijd van monniken en ridders, die duurde van 500 tot het jaar 1000. Europa na de Romeinen. In 479 valt het West-Romeinse Rijk. Dat grote Romeinse Rijk, wat zo lang gedomineerd had in heel Europa, was gevallen door de inname van Rome. En in West-Europa zag je dat er eigenlijk nieuwe Germaanse koninkrijken kwamen te ontstaan. Koninkrijken die eigenlijk een beetje de baas waren in het voormalige Romeinse gebied, het West-Romeinse gebied. Het Oost-Romeinse Rijk was wel blijven staan, maar in het West zag je dus die versnippering komen. Nou, al die verschillende kleurs laten allemaal zien dat er allemaal verschillende koninkrijken zijn, die dus zeggen van, hey, vanaf nu ben ik hier de baas. Nou, die stamhoofden, die eigenlijk de baas waren van die Germaanse stammen die dat gebied overgenomen hadden, die werden koningen, maar hadden eigenlijk maar heel erg weinig gezag buiten hun directe eigen gebied waar ze zelf waren. Merendeel was het gewoon zo dat bijvoorbeeld een lokaal stamhoofd zei van, nou, in dit stukje gebied ben ik de baas, en een paar kilometer verderop was een ander stamhoofd de baas, en zo blokt het allemaal. Maar uiteindelijk waren ze wel in naam trouw aan die opperste stamhoofd die helemaal bovenaan stond. Wat is het probleem daarbij? Dat er eigenlijk maar heel erg weinig bescherming was voor gewone mensen. Het was niet veilig om eigenlijk rond te lopen buiten. Je moest niet echt reizen. Dus de meeste mensen bleven eigenlijk wonen op de plekken waar ze op dat moment bezig waren. En ook handel en dat soort dingen vielen dus allemaal stil. Wat ook nog een dingetje was, is dat heel veel van die koninkrijken eigenlijk allemaal andere goden geloofden. Die geloofden vooral in Germaanse goden en niet zozeer in die christelijke god van het christendom. Nou, wat ik net al even zei, omdat het niet veilig was meer om te reizen, bleven ook heel veel mensen op de plek wonen waar ze waren. En ja, bleven ze eigenlijk ook vooral bezig met voedsel naar binnen werken en dat ook te produceren. Oftewel, ze gingen terug naar de landbouw en langzaam maar zeker zien we dat hele grote steden dat die verdwijnen. Bijvoorbeeld Rome, dat was in instantie echt een stad van erg veel inwoners, maar die stad wordt eigenlijk bij 3/4 gedeelte verkleind. Dus al die steden worden een stuk kleiner gemaakt. De missionarissen. Na die val van het West-Romeinse Rijk zagen we dat de christelijke kerk eigenlijk nog maar heel weinig macht had. Bij de Romeinen waren zij de staatsgodsdienst, de enige toegestaande godsdienst, maar na de val van het West-Romeinse Rijk hadden ze nog niet heel veel macht meer over in West-Europa. Nou, en de paus, de leider van de kerk, de baas van de kerk, wilde dat graag anders. Hij wilde zijn macht heel graag uitbreiden. Hij wilde laten zien van, hey, ik ben degene die ervoor zorgt dat Jezus Christus zijn boodschap wordt verspreid. Dus ik vind dat ik ook meer invloed mag hebben in die Germaanse koninkrijken. Nou, wat gaat hij doen om dat te bereiken? Hij gaat missionarissen sturen, dat zijn eigenlijk een soort monniken. Die gaan naar die gebieden toe en die gaan proberen om die Germaanse koninkrijken te bekeren tot het christendom. Of te zorgen dat zij christelijk worden. Nou, sommige van die koninkrijken die werden heel erg makkelijk christelijk, zoals bijvoorbeeld het Frankische Rijk. Maar anderen wilden veel liever hun eigen goden bouwen. Die hadden helemaal niet zoveel van doen met die missionarissen. Dat is iets van, ja, weet je, leuk en aardig, zo'n christelijke god, maar daar willen we eigenlijk niet zoveel mee te maken te hebben. Nou, het probleem was ook in Nederland. Want Nederland werd ook bestuurd door Germaanse stammen. In het zuiden door de Franken en in het noorden door de Friezen, zoals dat heet. En voor Nederland zijn er eigenlijk 2 missionarissen die echt heel belangrijk zijn. Dat zijn Bonifatius en Willibrord. En zij willen Nederland gaan kerstenen, zoals dat heet. Daar komt het woordje kerst ook vandaan. En zij willen er eigenlijk voor gaan zorgen dat dus Nederland christelijk gaat worden. Want kerstening betekent namelijk dat mensen christelijk worden gemaakt door die missionarissen. Die missionarissen die worden op missie gestuurd naar zo'n gebied om ervoor te zorgen dat iedereen christelijk wordt. Dat iedereen dus wordt gekerstend, zoals dat heet. Nou, om dat een beetje te bereiken, gingen die missionarissen, waaronder Bonifatius en Willibrord, gingen bijvoorbeeld ook feestdagen van de Germanen christelijk maken. Bijvoorbeeld ons kerstfeest, wat we in de christelijke maatschappij nog steeds heel veel vieren ook. Wat er nog veel van mensen wordt gevierd, ook als ze niet christelijk zijn. Dat is oorspronkelijk een Germaanse feestdag. Om te vieren dat vanaf dat moment de dagen langzaam maar zeker langer worden. Nou, wat zei die missionarissen? Ja, maar eigenlijk is dat de geboorte van Jezus Christus. Dus als je dat viert, die midwinterdag zoals dat heet, dan vier je ook de geboorte van Jezus Christus. Dus vanaf dat moment ben je ook christelijk bezig, zeiden zij.
Ander voorbeeld is Pasen. Dat was het moment dat de lente begon en dat vruchtbaarheid kwam. En daarom werden volk eitjes en dat soort dingen in huizen gebracht om te laten zien van, hey, er komt weer nieuw eten aan. Dat soort manieren werden eigenlijk gebruikt om mensen dus te kersen, dus om ze christelijk te maken. En eigenlijk laten zien van, hey, er zit niet zo heel veel verschil tussen die Germaanse goden en tussen de christelijke god. Maar als je dan toch bezig bent, kun je het liefst in die christelijke god geloven. Nou, dat ging natuurlijk moeizaam, dat sommige stammen bleven zich eigenlijk toch wel verzetten. En missionarissen werden dan ook heel erg vaak vermoord. Want op Bonifatius, hier in rechtsprint zie je dat ook. Hier is hij iemand aan het dopen, dus ooit hij christelijk wordt. Maar hier wordt hij vervolgens ook ja, zijn hoofd ingeslagen door een zwaard. Omdat mensen eigenlijk genoeg hadden van Bonifatius en zijn ja, gepraat over het christendom. Uiteindelijk zijn we wel christelijk geworden, maar het heeft echt wel heel erg lang geduurd. Nou, dit is specifiek voor de witte en blauwe leerlingen nog, degene die HAVO en VWO doen. Dat werk van die missionarissen was dus erg gevaarlijk. En vaak maakten die missionarissen ook afspraken met lokale heersers. Wat ze eigenlijk zeiden was, hey, als jullie ons nou beschermen, dan zorgen wij ervoor dat jullie meer macht krijgen. Dus die missionarissen werden niet vermoord, dat was heel erg fijn, want de koning zei dat mag je niet doen. En het voordeel was voor die lokale heersers als een koning, dat die konden gebruik maken van de kennis van de kerk. Zoals bijvoorbeeld het schrijven, wat in die tijd heel weinig mensen nog maar konden en wat de kerk dus nog wel kon. Nou, voor een lokale heerser erg fijn, maar dan kan je niet laten opschrijven hoe geweldig hij allemaal is. En bijvoorbeeld ook makkelijker zijn grote rijk besturen. En dan zien we bijvoorbeeld dat koning als Karel de Grote, een Frankische koning, ervoor zorgt dat er langzaam maar zeker steeds meer verspreiding van het christendom komt. En dat het christendom eigenlijk ook gewoon ja, de hoofdreligie wordt van Europa.